Lars van der Haar, geen publiek vandaag. Dacht je, nou hoef ik het ook niet spannend te maken? Nou, ik had liever publiek gehad hoor. Dit was wel echt heel, heel saai rondfietsen. En het maakt het gewoon als renner veel moeilijker om ook in te schatten waar je zit, hoe dat je rijdt. Een beetje motivatie erbij. Het is wel echt heel, heel lastig rijden zo. Je was al vrij vlot gewoon weg. Hoe lang duurt zo'n uur? Wat houd je dan bezig? Nou ja, het was voor mij een droomscenario natuurlijk om een klein gaatje te hebben. Ik had niet verwacht dat het meteen een klein gaatje op Van Kessel was. Maar ja, ik weet dat ik dan moet doortrekken. En ik moet proberen zo te rijden dat hun eigen koers moeten gaan rijden. En ja, dan wordt het wel een heel lang uur. Ja, dat zeker. Waar denk je dan onderweg onder meer aan? Ja, rondjes aftellen en proberen geen fouten te maken. Eigenlijk probeer je de wedstrijd in te delen in secties en elke keer je adem te halen voordat je weer een zwaar stuk ingaat. En proberen dan in de technische stroken geen fouten te maken. En op een gegeven moment voelde ik dat ik begon te glijden met mijn achtertube, toen ik nog met een normale tube reed. En toen heb ik gewisseld naar modderbanden en dat ging een stukje beter. Wanneer dacht je zelf, oké, deze is wel binnen? Eigenlijk pas de laatste twee, drie rondes. Toen kon ik echt mijn eigen tempo gaan rijden en zelfs met mijn eigen tempo zag ik dat ik nog net ietsjes harder of even hard reed als zij. En ik kon ze daardoor goed in de gaten houden langs het water. Maar ja, je weet als je ook maar één foutje maakt of er echt iets gebeurt, dan kan het zo weer voorbij zijn. Dus ik bleef wel gefocust. Twee kampioenschappen van de drie gehad. Volle score tot op heden. Wat moet jij nog doen om dat 3-op-3 te maken? Nou ja, ik ga er heel hard voor trainen. Ik sla volgende week de wereldbeker over om toch proberen nu eerst twee rustige rustdagen te pakken. En dan ja, volle focus op het WK en proberen ook de inspanning die daar met de klim erin zit extra te trainen. Hoe goed ben jij op dit moment? Ben je al in de allerbeste vorm die je geweest bent dit seizoen? Nee, ik denk dat ik rond het EK iets beter was dan dat ik vandaag was. Maar ja, wat ik zeg, als je hier alleen in je eentje moet rijden, voelt het ook heel anders dan op het EK. Er was publiek. Ja, je benen voelen gewoon anders. Maar ik denk dat ik nog wel iets beter moet kunnen dan vandaag. Wie zie jij daar in Louisville? Duurt nog eventjes natuurlijk. Maar naar wie kijk je vooral? Wiens foto heb je op de koelkast geplakt? De standaard mannen. Michael van Toerenhout, Tom Pitcock, Eli Isebiet en Toon Haats. Dat worden denk ik de belangrijkste namen. Maar ook Quinten Hermans heeft daar natuurlijk de wereldbeker gewonnen. Dus, twee vrije dagen. Reden voor een klein feestje dan toch? Nou ja, ik denk al dat er vanavond misschien een alcoholvrij biertje in mag. Geniet wel, Lars.